Mijn naam is Regina. Ik was iets ouder dan 1 jaar toen de oorlog in België uitbrak. Ik woonde in Antwerpen met mijn familie, mijn moeder Jenta, mijn vader Jacob en broers Marcel en Eli. Ik ben geboren in een Joodse familie. Mijn ouders komen uit Polen, maar ik ben hier opgegroeid. En omdat mijn familie sinds 1932 in België woonde, dachten mama en papa dat we veilig waren. Maar toen vielen Duitse soldaten België binnen. Op deze foto zie ik er goed uit, toch? Ik heb een mooie nieuwe warme jas en ik zie er gelukkig uit. Maar ik ben een Joods meisje, dus hoe komt het dat ik veilig en gelukkig deze oorlog overleefde? Luister maar mee. Dit is mijn verhaal. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jullie zien mij hier als klein meisje. In de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, 1940-45. Ik kom jullie mijn verhaal vertellen van ondergedoken kind. En waarom een ondergedoken kind? Omdat Hitler, die met zijn leger hier in België toegekomen was, het idee had van het volledige Joodse volk te elimineren, uit te rooien. Evengoed de kinderen. Ja? En daarom noemen ze ons de ondergedoken kinderen. Jullie mogen die foto doorgeven. Ja? Mijn beide ouders komen uit Polen. Mijn papa is naar België gekomen omdat hij een huiduitslag had. En in Polen hadden ze geen flauw idee wat voor ziekte het was. En jullie zien hier op de foto, hebben jullie een foto van mijn mama, mijn papa en mijn oudste broer. Ik word geboren september 1939. Ik ga jullie niet laten rekenen. Maar ik word dit jaar 83 jaar. Toen de Duitsers er binnenkomen, hebben ze een heleboel wetten uitgevaardigd. Vooral tegen de Joodse mensen. Hun werk werd afgenomen. Ze mochten 's avonds niet buiten gaan. Kinderen mochten niet meer naar de openbare scholen gaan. Toen wisten de mensen helemaal niet wat er met hun ging gebeuren. Heel de Joodse bevolking heeft gedurende heel die tijd in heel erge angst geleefd om opgepakt te worden en weggevoerd te worden. In Antwerpen werd het te gevaarlijk voor de Joodse mensen om hier te blijven wonen. En wij zijn naar Hemiksem gegaan, ongeveer op 15 minuten van Antwerpen, omdat papa de dochter van Poldien kende die daar een café, pension had met kamers. En de dochter had dan de papa gezegd, ga maar naar Poldien toe, die zal jullie wel binnennemen. En zodoende zijn wij uit Antwerpen vertrokken, de mama, de papa, mijn twee broers en ikzelf. De twee kamertjes waar wij konden wonen bij Poldien in het café Pension waren niet heel groot. Samen in één kamer met mijn twee broers die ouder waren dan ik was ook al niet zo aangenaam. We moesten stil zijn, want in het café kwamen de mannen pintje drinken, moppen vertellen. En die mochten niet weten dat er mensen ondergedoken zaten.
De enige die uit de kamer naar beneden mag gaan spelen op de koer, dat ben ik, omdat ik toen 2,5 jaar ben. Dus een heel klein meisje. En ik heb lang blonde krullen. Dus ze denken allemaal dat niemand zal geloven dat ik een Joods kind ben. Want de Joodse kinderen hebben gewoonlijk zwart haar. Dus ik was gelukkig. Ik mocht naar beneden gaan spelen in de koer van het huis waar we ondergedoken zaten bij Poldien. Het huis naast Poldien was een kruidenierszaak en daar woonden Anna en Charles. En achter de huizen, al die huizen hadden allemaal een koer. En in de scheidingsmuur tussen het huis van Poldien en het huis van Anna en Charles was een gat in de muur. Ik kan dus van de koer van bij Poldien, waar wij ondergedoken zitten, naar het huis gaan van Anna en Charles. In de oorlog was het moeilijk om eten te geraken als je ondergedoken zat. Want heel België moest zegeltjes hebben voor al wat dat je aankocht. Want alles werd door de Duitsers in registers opgeschreven. Wij konden ons boekje met zegels niet gaan halen, want anders hadden we ons adres moeten bekendmaken. Dus toen we bij Poldien woonden, had zij maar één boekje zegeltjes om eten te kopen. Je moest veel geluk hebben in de oorlog. Niet alleen geld, niet alleen zegeltjes, maar ook mensen die u konden helpen. Maar anders hebben veel mensen die ondergedoken gezeten honger geleden. Anna en Charles hadden geen kinderen, maar Anna had 3 katten. En dat waren haar baby's. Als zij 's middags warm eten maakte voor haar en voor haar echtgenoot, dan was dat hetzelfde eten voor haar katten. En op een dag, toen Anna het eten op een bordje op de grond zette, dan kruip ik door dat gat en ik ga dat eten pikken. Want ik heb honger en dat ruikt lekker. Wat ik niet weet, is dat Anna achter het gordijn staat en mij ziet. En begrijpt dat er waarschijnlijk mensen honger hebben. En zij zal mij regelmatig eten geven voor mijn ouders, mijn broers en voor mij. Vanaf die dag. Nu, wij denken dat we daar veilig zitten, maar dat is het niet. Wij zijn verraden. Iemand moet geweten hebben dat wij dus ondergedoken zaten bij Poldien en is ons gaan verraden. En ik heb een verraadbrief en die ga ik u voorlezen. Poldien, als er binnen een maand geen bevel tot verhuizing is gericht tegen het Joods krapul dat er bij u verblijft, dan schrijf ik onmiddellijk naar de commendatuur. En de commendatuur is een depot die achter de huizen staat waar wij ondergedoken zitten. En daar liggen de Duitse soldaten. Ik geloof dat gij niet zo goed weet wat er u te wachten staat als ze dat wisten. U bent gewaarschuwd. Heil Hitler. U ziet, die brief is afschuwelijk. En er is een officier naar de burgemeester van Hemiksem gekomen. Met de opdracht, hij moest ons komen ophalen om naar de Dossijnkazerne in Mechelen te voeren. Nu, ons geluk is geweest dat hij een zoontje had. En hij heeft die zoon naar Charles, de kruideniersmeneer, gestuurd. Met de opdracht, ga die mensen verwittigen dat ze langs de achterkant van het huis moeten gaan lopen. Ik zal langs de voorkant binnengaan. Ik zal eerst het café onderzoeken. En in die tijd kunnen zij langs achter gaan lopen. Had dat niet gebeurd, dan hadden wij waarschijnlijk opgepakt geworden. Dan had ik hier vandaag niet gezeten om mijn verhaal te kunnen doen. Als Charles bij ons komt, dan zegt hij, meneer en mevrouw Schlusny, neem uw 2 zoons...
Neem hetgeen dat je kunt vasthouden en meedragen. Maak dat je weg bent. En laat uw kleinste misschien bij ons. Wij zullen voor haar zorgen. Nu, ik denk dat mijn ouders maar 2-3 minuten tijd hebben gehad om na te denken. Of dat ze dat wel of niet zouden doen. Als jullie zich kunnen indenken hoe mijn ouders zich hebben moeten voelen. Ze hadden geen tijd om na te denken. Gaan we haar achterlaten of niet? Maar ze hebben wel moeten beseffen waarschijnlijk dat het de enige manier was om zeker te zijn dat ik in leven zou blijven. En ze zijn langs de achterdeur van dat huis van Poldien gaan zoeken naar een ander onderduik. Ik denk dat ik weken aan een stuk waarschijnlijk heb geweend. Maar Anna die was altijd bij mij en die heeft mij zoveel liefde gegeven dat je op een zeker moment denkt van ja, ik ben hier, ik blijf hier. Dat komt automatisch ergens. Dat ik daar na een zekere tijd wel heel gelukkig was. Want ik had mijn eigen slaapkamer. Ik heb nooit meer honger gehad, want we verkochten etenswaren. En Anna en Charles, die hebben mij liefde gegeven, veel meer dan ze zelfs aan hun eigen kind hadden kunnen geven, denk ik. Want ze wouden extra voor mij opletten. Toen ik bij Anna was, hoe klein dat ik ook was, hoe jong dat ik ook was, heb ik toch moeten beseffen dat mijn ouders nog in leven waren. Want Anna heeft me ooit verteld, na de oorlog, dat ze een paar keer had gevraagd of dat ik haar Moeke zou kunnen noemen. En schijnbaar is mijn antwoord geweest, we zullen volgende week beginnen, Anna. En die volgende week is nooit aangebroken. Dus dat kinderhartje heeft dat niet toegelaten. Alhoewel dat ik enorm van Anna en Charles hield, was dat ergens een stap te ver. Ik ben een gelukkig kind geweest bij Anna en Charles gedurende meer dan 3 jaar, gedurende de oorlog. En toen de bevrijding er was, zijn de Canadezen uit Brussel gekomen. De Duitsers die in een depot lagen, die zijn gaan lopen. De mensen kwamen allemaal buiten. Dat was de bevrijding van Hemiksem. Nadien zijn die naar Antwerpen getrokken om Antwerpen te bevrijden. Ook in de Scheldestad is het publiek in een laaiende stemming. De kurk is van de champagnefles geknald en de opgekropte spanning van de afgelopen 4 jaar ontlaat zich nu. Nadien heeft Charles geschreven aan mijn ouders en toen mijn ouders mij kwamen ophalen, toen herkende ik mijn mama niet. Toen ze binnenkwam, heb ik gezegd, dag mevrouw, want ik wist niet dat het mijn moeder was. En Charles zegde, nu mocht je met de mama naar huis. Maar voor mij was dat een schok, want ik voelde mij thuis bij Anna en Charles. Alhoewel dat ik ze bij hun naam noemde, maar voor mij was dat onnatuurlijk dat ik plotseling daar weg moest. Toen ik mee moest met mijn moeder. Toen heb ik het geluk gehad dat mijn moeder aan Charles en Anna vroeg, hoe kunnen wij jullie ooit bedanken voor hetgeen dat je voor onze dochter gedaan hebt, maar ook met eten te brengen naar ons, voor ons en voor onze kinderen. En Charles heeft niet lang moeten nadenken. Hij heeft gevraagd aan de mama, neem het kind niet volledig van ons af. En de mama geeft haar woord dat ik elke vrijdag naar Hemiksem mag komen, naar Anna en Charles, en daar van vrijdag namiddag tot zondag te verblijven. Ik ga mee met mijn mama. Dat is het moment dat het voor mij iets moeilijker is geworden, omdat ik mijn ouders niet herken.
Dus mij aanpassen aan orthodoxe Joodse mensen die leven volgens de wetten van de Bijbel. Daar ken ik niks van, dat moet ik allemaal leren. Ik leer het met te zien aan mijn broers. Wat dat zij doen, doe ik ook. En hetgeen dat ik leer in de school. En op vrijdag ben ik een vrije vogel, want dan ga ik naar Hemiksem en dan moet ik niks niet meer. Dan mag ik alles. Dus dat was heel gemakkelijk voor mij. En omdat ik zo jong was, heb ik dat gewoon afgewisseld, gewoon geswitcht, denk ik. Ik heb in 1958 mijn echtgenoot leren kennen in een Joods koor, waar ik naartoe mocht, alhoewel dat er ook jongens bij waren, maar dat hadden we aan de mama niet verteld. En in 1960 zijn we getrouwd. Op dat feest waren mijn ouders en mijn broers, maar zeker evenveel Anna met haar familie. Met haar zus, schoonbroer en de zoon van die zus. Omdat ik heel mijn leven geleefd heb met twee families, de ene een katholieke, de andere een Joodse. Maar voor mij heeft dat absoluut geen belang. De mensen spelen een rol, de mensen, de goedheid van de mensen moeten gewaardeerd worden. En het is ook daarom dat ik de kracht heb om dat verhaal regelmatig te gaan vertellen. Dat is hetgeen dat mij recht houdt, de goedheid van Anna en Charles, die mij niet alleen in leven hebben gehouden, maar ook mijn ouders. En dat is het verhaal van dat kleine, ondergedoken meisje van 2,5 jaar. Dank u wel, jullie waren een fantastisch publiek. Applaus is voor jullie, in elk geval. Want jullie waren fantastisch. Dit is mijn eerbetoon aan Anna en Charles. De mensen aan wie ik mijn leven te danken heb. Mijn naam is Regina Schlusny en ik ben blij dat ik jullie mijn verhaal heb mogen vertellen.